Waarom zijn de wallen nog niet dicht? Welkom bij Uitgelicht. Een meerderheid van de prostituees op de wallen wil dat het district dichtgaat, net als de horeca. Waarom is dit nog niet gebeurd? Aan tafel Stineke van der Graaf, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, die deze week Kamervragen hierover stelde. Goedenavond, mevrouw van der Graaf. Goedenavond. Welkom. Dankjewel. Maakt u zich zorgen over het welzijn van de prostituees? Ik maak me ongelooflijk veel zorgen over hen. In maart, en voor de zomer, de periode van de lockdown van het coronavirus, heb ik me hier heel erg veel zorgen over hun positie gemaakt. En dat is eigenlijk niet afgenomen. En nu zie ik het weer. Ik maak mij heel veel zorgen om hun gezondheid, om hun eigen welzijn, hun welbevinden. Ze maken zich daar zelf ook zorgen over. En ik vind dat daar onvoldoende oog voor is. Ja, en hoe kan het zijn dat in de eerste lockdown het wel gesloten werd en nu dat het nog open is? Daar heb ik mij ook over verbaasd. Dus daar heb ik ook Kamervragen over gesteld. Want ik vind dat hun gezondheid bovenal en bovenaan moet staan. Ja. En zij zitten al in een hele kwetsbare positie. We hebben natuurlijk ook gezien dat zij heel vaak, ook toen die inrichtingen dichtgingen, dat ze noodgedwongen door moesten werken omdat er onvoldoende ondersteuning voor hen was. Ik vind het belangrijk dat we hun gezondheid voorop stellen, dat opnieuw deze inrichtingen dichtgaan en dat er ondersteuning komt voor de prostituees. Ja. En is dat mogelijk, hè, van, om het dicht te doen, stop te zetten? Zeker is dat mogelijk en ik denk ook dat het onontkoombaar is. De situatie is gewoon onhoudbaar. Dus de vrouwen op de wallen geven het zelf aan. Gisteren kwam het bericht naar buiten dat in Den Haag, in de prostitutiestraat, daar nu een paar panden zijn gesloten omdat daar inderdaad besmettingen zijn met het coronavirus. Zowel vrouwen als ook klanten. En dat laat ook zien dat dit gewoon niet op een veilige manier open kan zijn. Ja. En dus als een café dicht zou moeten, dan is het gek op een plek waar intimiteit veel groter is, dat je hier dan de vrouwen niet beschermt. En ik vind dat hun veiligheid voorop moet staan. En ja, hun veiligheid moet ook boven de privacy gaan van klanten. Ja. Want ik heb het gevoel dat dat nu belangrijker is dan de vrouwen zelf. En ja, dat kan niet. Nee, daar hopen we zo even over verder te praten. Want we zijn nu verbonden met Frits Rauwvoet, directeur van Bridefame, een christelijke hulporganisatie onder prostituees. Hij luidde deze week de noodklok vanwege de omstandigheden waarin vrouwen op de wallen verkeren. Goedenavond, meneer Rauwvoet. Ja, goedenavond. Hoe gaat het nu met de vrouwen op de wallen tijdens deze gedeeltelijke lockdown? Nou, dat gaat niet zo goed met de dames. Het is ten eerste ontzettend rustig. Na de zomer. De zomer is al niet goed geweest voor ze. Het is nu heel erg rustig. Dus ja, ze verdienen heel weinig geld. Dus schulden lopen op. Ze kunnen hun huur van een appartement niet betalen. Geen geld naar familie sturen. Dus dat is erg moeilijk. Daarnaast, het is ontzettend rustig op de wallen. En dat betekent dat ze zich ook onveilig voelen. Ja. Want ja, normaal lopen er wel duizenden mensen rond en maken foto's. Dat is ook niks. Maar dit is de andere kant. Ik kreeg gisteravond een plaatje van een team wat op straat liep. Ja, het is gewoon helemaal stil op straat. En dat was 10 uur 's avonds. Ja. En waarom voelen die vrouwen zich dan onveilig? Nou, twee redenen. Ten eerste is dat natuurlijk corona. Hun eigen veiligheid. Mevrouw van der Graaf zei het net al eventjes. Klanten registreren zich in de regel niet. Er wordt geadviseerd ernaar te vragen, maar ja, er is natuurlijk geen klant die zijn naam dan als een telefoonnummer geeft. Of ze heten allemaal Jansen en hebben een verzonnen telefoonnummer. Ja. Dat is één reden, dus dat is hun gezondheid. En de tweede is, het is zo stil en er lopen eigenlijk alleen wat dealers rond en jongeren, ja, die de boel lopen te verstieren daar. Ja, veel prostituees die zeggen nu van ze willen graag dat het gesloten wordt. Waarom? Wat is de reden daarvan? Nou, dan weten ze waar ze aan toe zijn. Kijk, op dit moment kunnen ze doorwerken. En dat betekent dat ze ook geen recht hebben op een uitkering. Dus als ze nu stoppen, dan hebben ze gewoon helemaal niets. En gisteren sprak ik één jonge vrouw eventjes. En die zei tegen me, ja Frits, ik zit nu thuis. Ik durf niet meer te werken. Maar ik heb nu helemaal niks. Ik heb nu de laatste keer mijn appartement betaald. Maar ik weet ook niet hoe het verder moet. Nee. U schetste net al even die registratieplicht.
Als ik u goed begrijp, werkt dat nog niet heel erg goed. Nee, maar dat is denk ik wel logisch. Er is ook werd dat net al eventjes gezegd. Geen klant zal zijn privacy opgeven. En dus we laten eigenlijk gewoon de wallen open. Vanwege de klanten. Want dat hoort bij Amsterdam. Dat is onlangs gesuggereerd. En dat betekent dus dat de vrouwen daar maar gewoon staan te staan en zich onveilig blijven voelen. En dat we de privacy van de klant voor laten gaan op corona. En is dat niet een beetje bijzonder? Want we moeten ons toch allemaal houden ook aan corona. En als die regels niet worden aangehouden, dan is het toch bijna onmogelijk. Dat klopt. Het is natuurlijk ook erg gek dat je overal moet laten registreren, dat we maatregelen hebben. Dat een ongelooflijk groot hart in het water op de Achterburgwal. Van houd afstand, houd rekening met elkaar. Ja, natuurlijk de ramen eromheen. Zodra de gordijnen dicht zijn, is er geen anderhalve meter afstand en houden we geen rekening met elkaar. Houden we alleen rekening met een stukje eigen genot, waar we voor willen zijn. En dat is natuurlijk ontzettend vreemd. Ja, nou, u schetst veel problemen. Wat moet er nou gebeuren om deze vrouwen echt te helpen? Nou, ik denk ten eerste dat de vrouwen, eigenlijk net als de horeca en heel veel andere mensen, dat de boel gesloten moet worden, zodat ze in ieder geval thuis zitten. Daarmee zijn hun problemen nog niet 1, 2, 3 opgelost, want de uitkering is in de regel niet voldoende om alleen al hier in Amsterdam je huur van je appartement te betalen. Nee, maar er is in ieder geval duidelijkheid. Nu durven vrouwen niet te stoppen, want dan hebben ze helemaal niets. En dan is de duidelijkheid, en dat zeggen ze zelf ook van, dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. Ja, ja. U deed een oproep ook aan de overheid, aan de Tweede Kamer om iets te doen. Heeft u daar al iets van gehoord? Nou, ik weet in ieder geval dat er kamervragen zijn gesteld. Dus er is zeker op gereageerd. In Amsterdam heeft Don Zeder van de ChristenUnie ook gereageerd en vragen gesteld aan de burgemeester. Dus het is afwachten en ik hoop dat er inderdaad dat er wat gaat gebeuren nu. Ja, nou dank voor uw toelichting, Frits Rauwvoet. Nou, terug naar de studio. Als u dit hoort en het beeld wat Frits Rauwvoet schetst, bevestigt dat u zorgen die u heeft? Ja, zeker. En ik wil ook hier zeggen dat het werk dat Frits Rauwvoet doet met zijn team en zo ook in al die andere steden en plekken waar ik weet dat hulpverleners met hun hart er echt zijn voor deze vrouwen. Heel erg belangrijk werk doen. Dat hebben ze ook gedaan in het begin van de coronatijd toen die inrichtingen werden gesloten. En ik denk dat Frits een hele terechte oproep doet. Sluit de bordelen opnieuw. Zorg ervoor dat de gezondheid van deze vrouwen voorop komt staan. Maar, zeg ik daarbij, laat ze ook niet in de kou staan. En laat ze niet in de steek. En zie wat ze, ook als overheid vind ik dat we een schild moeten zijn voor de zwakken. Een schild moeten zijn voor de meest kwetsbaren onder ons. En ik denk dat deze vrouwen zich echt in een hele kwetsbare positie bevinden. Ja, en concreet, wat kan er dan, want deze vrouwen zitten in een spagaat, denk ik. Aan de ene kant, er moet wel geld binnenkomen. Aan de andere kant is het gewoon eigenlijk ook niet uitvoerbaar. Ja. Hoe help je dan echt concreet deze vrouwen? Ik vind het heel erg belangrijk dat er met hulporganisaties samen wordt gewerkt, met gemeenten. En als er opnieuw naar steunregelingen wordt gekeken, dat er heel specifiek ook naar deze groep vrouwen wordt gekeken. Die heel vaak tussen wal en schip vallen of vielen, ook tijdens de regelingen die in het voorjaar waren opengesteld. Dus voor een aantal van hen konden daar wel een beroep op doen, op de steunregeling van de overheid. Maar een heel aantal van hen niet, omdat deze sector heel vaak toch niet zo goed georganiseerd is als men denkt. En dus heel vaak hebben ze geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel, zijn ze niet als ZZP'er aangeschreven. En dan vallen ze heel vaak tussen wal en schip. Dus ik vind, en Amsterdam was daar een goed voorbeeld van, maar ook Groningen, die hebben echt gekeken van wie zijn deze mensen? Ja. Hoe ziet hun leven er eigenlijk uit? En hoe kunnen we voor hen de ondersteuning bieden die ze nodig hebben? En dan gaat het over onderdak als je dat nodig hebt, maar ook over eten als je dat nodig hebt. En voelt u dan ook steun? Of staat u daar alleen in? Ook als ChristenUnie zijnde? En ik voel daarin steun van een deel van de Kamer in het voorjaar. En toch was het heel moeilijk om dit tussen de oren te krijgen. Juist omdat ze dus zo vaak tussen wal en schip vielen. Hè? Dus er werd heel vaak gekeken precies naar, valt iedereen binnen de regels? En ja, dat is ook heel belangrijk. Behalve blijkbaar voor deze groep dat daar toch te weinig oog voor was. Dus mijn strijd voor hen gaat door. En de overheid moet hen zien. Ja.
Nou, duidelijk. Dan gaan we naar het volgende onderwerp, want de Tweede Kamerverkiezingen zijn volgend jaar maart. Vorige week stemde de Tweede Kamer in met een tijdelijke wet verkiezingen. Kunt u kort schetsen wat die wet inhoudt? Ja, we hebben vorige week gestemd of gedebatteerd en gestemd over een aanpassing van de kieswet om het mogelijk te maken dat we ook veilige verkiezingen kunnen organiseren in tijden van corona. Dus in die wet is bijvoorbeeld geregeld dat we in de stemlokalen ook 1,5 meter afstand moeten houden. Dat er ook een extra stembureau lid kan worden aangewezen en benoemd die coronamaatregelen in de gaten houdt. Die ook het stemhokje goed desinfecteert. Dat er in het lokaal dus de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen. Maar ook om te zorgen voor extra alternatieven als je op die dag bijvoorbeeld in quarantaine nog zit. En in die periode, dan word je eigenlijk geacht niet je huis te verlaten. En dan moet je toch op een andere manier stem uit kunnen brengen. Dus in deze wet is ook nagedacht over mogelijkheden om bijvoorbeeld met een extra volmacht je stem dan uit te kunnen brengen. Dus dat je iemand anders vraagt om namens jou je stem uit te brengen. Of dat de mogelijkheid van briefstemmen in het leven wordt geroepen. En er wordt nagedacht over om niet alleen op de woensdag, de verkiezingsdag, te stemmen, maar misschien het stemlokaal al iets eerder open te stellen op maandag of dinsdag. En toch dien u dan een amendement in, hè? Wat betreft die gezondheidscheck, waarom? Want u schetst toch al best wel een aantal mogelijkheden. Ja. Waarom toch dat amendement dan? Omdat ik vond dat de maatregelen die al waren genomen voldoende waren. In de wet stond nu, in het wetsvoorstel stond dat het niet was toegestaan als je niet aan de gezondheidscheck voldoet. Dat betekent dat dus op het moment dat je moet nagaan, heb ik een loopneus of heb ik gehoest in de afgelopen 24 uur, dan is het niet toegestaan om het stemlokaal te betreden. Maar dat is misschien ook wel beter, toch? Ik vond het heel verstandig is het van de overheid om dan te wijzen op alle alternatieven die er zijn om je stem uit te brengen. Dus of om iemand anders te vragen om je stem uit te brengen. Maar het voert te ver om te zeggen het is niet toegestaan en het is je eigenlijk verboden om überhaupt het stemlokaal binnen te treden. We hebben gezien dat we heel veel maatregelen al worden getroffen om dat te doen. En je moet ook vooral gebruik maken van die alternatieve mogelijkheden. Maar het is een brug te ver om mensen dan indirect eigenlijk het stemlokaal of het stemrecht te ontnemen. Zover kon de consequentie gaan. Nee, mensen moeten in de gelegenheid worden gesteld om hun stem uit te brengen. Dat is heel erg belangrijk. Maar hoe ondervangen we dan die problemen? Hè? Want als mensen, er is daar denk ik niet echt een check bij zo'n stembureau van. Nou, dat was op basis van de wet die er lag, was het niet toegestaan, hè, op het moment dat je niet voldeed aan aan die gezondheidscheck, om überhaupt mocht je niet naar binnen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat iemand jou daarnaar gaat vragen en zegt, gaat u maar naar huis. Maar dat kan in theorie ook leiden tot willekeur. Dus dat zou heel gevaar, dat vindt u groot gevaar? Dat vind ik een groot risico als het gaat om vrije verkiezingen, die we altijd moeten waarborgen. Wat dan belangrijk is, en dat heb ik voorgesteld om aan te passen in de wet, is dat je de eigen keuze van de kiezer benadrukt. Dus ga bij jezelf thuis na. Hey, hoe voel ik me eigenlijk? Heb ik klachten of niet? Is het verstandig om te gaan of niet? En als je daaraan twijfelt, dan kun je iemand vragen om namens jou stem uit te brengen. Maar het is je niet verboden om het stembureau te betreden. Maar het is wel belangrijk dat de overheid echt heel erg wijst op die alternatieven om dan je stem uit te brengen. Want het zou echt niet goed zijn als mensen niet in de gelegenheid zijn om hun stem tot uitdrukking te brengen. Het zou ook de eerste keer zijn sinds lange tijd dat mensen zich ook in deze coronatijd kunnen verhouden tot de maatregelen die genomen zijn. Tegenover alle vraagstukken die er zijn. Verkiezingen zijn altijd belangrijk, maar misschien nu nog wel extra belangrijk. Ik vind het belangrijk dat we het stemrecht, het is een van de belangrijkste grondrechten die we hebben, dat we dat moeten waarborgen, wel veilige verkiezingen organiseren. Sint Eustatius is ons deze week voorgegaan. Afgelopen week waren daar verkiezingen. Dus het kan? Het kan. Daar zaten de mensen van het stembureau achter een kuchscherm, die we nu ook vaak zien in de horeca, of achter een balie. Droegen mensen mondkapjes, moest je veilige afstand houden, je handen desinfecteren. Dat zijn allemaal waarborgen. En dan is er in het stemlokaal ook nog iemand die extra het tafeltje afneemt met desinfectie en het rode potlood, zodat je veilig kunt stemmen. Ja, nee, we gaan het zien of het gaat lukken.
Kort even over de koning. Hè. Hij bood deze week zijn excuses aan omdat hij op vakantie ging naar Griekenland. Is dat een terechte excuus volgens u? Dat is heel bijzonder, want eigenlijk is de koning niet in Nederland in de positie om zich te verdedigen. Dus ik heb het een hele bijzondere verklaring gevonden van de koning, waarbij hij aangaf dat het niet verstandig was dat ze die beslissing hadden genomen, maar dat ze erop terug zijn gekomen. En ik vond het echt heel bijzonder. Want... En was het nodig voor u dat de koning dat deed? Ik vond het, de koning heeft dit zelf besloten dat hij deze verklaring uit zou doen. Kijk, in Nederland is de koning niet in de positie om zich te verdedigen. Daarvoor is de minister-president, die draagt de ministeriële verantwoordelijkheid hiervoor. En de minister-president, mogen we hier dan ook op aanspreken, die had dit eigenlijk moeten voorkomen. Want er is een hele discussie over ontstaan en er is heel veel gezegd over en ook over de rol van de koning. Dat had moeten worden voorkomen, dus daar mogen we de minister-president op aanspreken. Dus ik vind het heel bijzonder dat de koning deze verklaring heeft gedaan. En laten we wel wezen, de koning is een verbinder in Nederland en de koning heeft zich in het afgelopen jaar ook laten zien dat hij heel goed weet wat er speelt. Veel werkbezoeken gebracht, ook aan de mensen die ziek zijn. Mensen in de ziekenhuizen die de zorg verlenen, ja. En bij de plekken geweest. Dus de koning is en blijft betrokken. En kort dan... onfeilbaar, ja. Zoals hij zelf zei. Is het vertrouwen hersteld? Volgens u is het nu weer goed? Kunnen we overgaan tot de orde van de dag? Wat mij betreft wel. Nou, dat is mooi. Het laatste onderwerp, het openbaar vervoer, dat zit in de problemen. Dat heeft alles te maken weer met de coronacrisis natuurlijk. Minder mensen maken ook gebruik van het openbaar vervoer. Begrijpt u dan de noodzaak van het openbaar vervoer om minder treinen en bussen te laten rijden? Dat begrijp ik zeker. Dat hebben we in het voorjaar ook gezien. Dat er is afgeschaald. En we zien ook dat dat leidt tot enorme financiële problemen voor de OV-bedrijven. En het openbaar vervoer is een vitale infrastructuur in Nederland. Namelijk om mensen van de ene plek op de andere plek te kunnen krijgen. Om naar je werk te krijgen of op bezoek of nou ja, wat voor andere ondernemingen ook. Dus het is heel belangrijk dat we dat overeind houden. Dat kan ook met een... met minder terreinen, om in ieder geval de basisdienstregeling overeind te kunnen houden voor alle mensen die nou ja, in de vitale beroepen werken, in het onderwijs werken of in de zorg. Die moeten naar hun werk kunnen gaan om dat ook te kunnen laten draaien. Er zijn wel grote financiële problemen ontstaan. Ja. Dus dat is ook een vraag die ligt op ons bordje. Ja. En ook op het bordje van het kabinet, om te kijken wat doen we. Dus we hebben ook gezegd, we hebben daartoe ook besloten om extra geld ter beschikking te stellen voor het openbaar vervoer. Ook om de tekorten daar op te vangen. Maar dit zijn prangende vragen en het gaat om veel geld. Ja, u geeft dus aan, het is wel nodig. Toch was u ook wel kritisch, omdat bijvoorbeeld een intercity tussen Amersfoort en Amsterdam, dat die wordt geschrapt. Waarom bent u daar dan zo kritisch op? Ja, dat heeft helemaal niets met de coronacrisis te maken, maar dat heeft te maken met goede verbindingen. En welke delen in het land willen we met elkaar verbinden? En dan lijkt het erop dat deze trein tussen Amersfoort en Amsterdam Centraal, dat het alleen daarover gaat. Maar nee, het gaat ook over de verbindingen tussen Amsterdam en andere delen van het land. Amersfoort is een belangrijk knooppunt. Ik heb ook begrepen dat de gemeente Amersfoort en de regio Amersfoort en de provincies die daarbij betrokken zijn, dat die eigenlijk helemaal niet goed betrokken zijn geweest in dit besluit en hier ook helemaal niet achter staan. En ik plaats er zelf ook kritische vragen bij, want het heeft consequenties ook voor mensen die vanuit Deventer bijvoorbeeld naar Amsterdam willen reizen of uiteindelijk misschien zelfs de trein naar Berlijn. En we willen ook heel graag de internationale verbindingen goed overeind houden. Ik vind dat dit besluit uit de lucht is komen vallen. En daarom vind ik dat de staatssecretaris hier echt wat uit te leggen heeft. En dit gaat over 2029. Ja, nou dat duurt nog even. Dus dat duurt nog even, maar we moeten vooruitkijken. Ja, en kort, laatste antwoord. Als we iets uitzoomen, blijft het openbaar vervoer dan eigenlijk nog wel betaalbaar? Is dat wel mogelijk überhaupt? Heel kort. Dat moet mogelijk zijn en blijven. Ja. Want het openbaar vervoer is een schone manier en een duurzame manier om je mee te verplaatsen. En dat moet een betaalbare vorm van reizen blijven. En dat is ook een politieke keuze. Ja. Dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Maandag zijn we weer. Fijn weekend en graag tot dan. Dag.